vanochtend wel over geïnformeerd. Maar toen ja, we hadden we ook zoiets van eerst even afwachten wat het is. Mm-hmm. Hè? We willen vaak ook ja, gaat het mogelijk om mezelf doen of zo. Ja. Dan wachten we altijd eventjes voordat we dat gaan melden. Maar ja, omdat we nu... Die hebben allemaal gewoon beschadigd, dat is niet gezond. En dan langzaam. Wat wisten ze dat jullie aan 25? Ja. Goedemiddag, wij staan hier op vakantiepark Herpenduin. Kunt u mij kort vertellen wat hier sinds gisteravond te doen is geweest? Nou, we hebben gisteravond rond 9 uur een melding binnengekregen van een brand in een chalet. Toen de brandweer de brand geblust had, bleek er een stoffelijk overschot in de chalet te liggen. Ja. Nou, we hebben meteen de boel afgegrendeld zodat we onderzoek kunnen doen. Maar dat wordt even bemoeilijkt omdat er asbest in het chalet is. Dus we moeten eerst zorgen dat de collega's veilig kunnen werken alvorens wij bezig gaan met het technische onderzoek. Dus dat is niet bekend of er een vrouw of man gevonden is? Nee, op dit moment is het nog niet bekend om wie het gaat en of het om een man of een vrouw gaat. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen en we willen natuurlijk heel graag weten hoe de brand begonnen is en wat de doodsoorzaak is. Dus dat zullen we gaan onderzoeken.